We weten allemaal dat onze telefoon best wel verslavend kan zijn. Als ik kijk naar mijn omgeving, zie ik namelijk dat we steeds langer op onze telefoon zitten per dag. En dat we daar met z'n allen eigenlijk helemaal niet zo blij mee zijn. Natuurlijk, we doen hele leuke dingen op social media en we kunnen ons leuke leven ook delen met anderen. Maar het mag soms ook allemaal wel net even wat minder. Afgelopen zaterdag praatte ik in mijn talkshow met Cheyenne over schermtijd. En toen vroeg ik me af, hoe kun je je schermtijd eigenlijk verminderen? Ja, door minder op je telefoon te zitten. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Dus vandaag deel ik met jou 7 manieren om je schermtijd te verlagen. Dus ik hoop dat je er wat aan hebt. Mijn schermtijd was vorige week 3 uur en 30 minuten per dag. Als je durft, comment jouw schermtijd hieronder in de reacties. Abonneer op mijn kanaal als je dat niet hebt gedaan. Je zou me er super blij mee maken. En je zorgt ervoor dat deze video verspreid wordt over YouTube. Dus dat meer mensen iets hebben aan deze tips. Dus dankjewel alvast. Geef deze video ook een like, dat heeft hetzelfde effect. En laten we dan beginnen met de eerste tip. En de eerste tip is om even te oriënteren hoeveel je nou daadwerkelijk op je telefoon zit. En waar je die tijd dan aan besteedt. Als ik kijk in mijn schermtijd zie ik dat het meeste naar Instagram gaat. Daarna naar TikTok en daarna naar WhatsApp. En als je dat een beetje per week vergelijkt, dan zie je waar je het meeste op zit. En dan kun je ook voor jezelf beslissen in welke apps je verbeteringen wilt aanbrengen. En ook naar hoeveel uur je daadwerkelijk wil gaan. Mijn totale schermtijd van vorige week is bijvoorbeeld 24 uur en 32 minuten. Dat is gewoon oprecht een hele dag. En nacht. Oké, kijk, dit is dus waarom je moet oriënteren, want dan kom je erachter hoeveel je daadwerkelijk op je telefoon zit. En dan kun je ook gelijk kijken wat je moet aanpakken. En bij mij is dat dus Instagram en TikTok. Tip 2 is misschien een beetje een gemene, maar dat is het uitzetten van je meldingen. En ik denk dat best wel veel mensen deze tip dus een beetje onderschatten. Het is namelijk zo goed voor het verlagen van je schermtijd als je je meldingen uitzet. Dit kun je trouwens ook in je analytics zien. In ieder geval als je een iPhone hebt. Ik weet niet hoe het zit met Android of andere besturingssystemen. Maar bijvoorbeeld, vorige week had ik 115 meldingen. Dat is gemiddeld. Ik dacht 115 meldingen in de week. 115 meldingen gemiddeld per dag. Maar als je apps hebt waar je heel veel op zit door meldingen, denk aan Instagram, Snapchat, mail. Nee, mail is niet zo handig, denk ik nu. In ieder geval de apps wat niet echt noodzakelijk is, maar waar je wel een melding van krijgt. Het zorgt er meteen voor dat je je telefoon oppakt en naar de app gaat. En als je nog eens pech hebt, word je naast afgeleid door andere apps, ga je daar ook weer tijd aan besteden. Helemaal niet handig. Dus overweeg om wat meldingen uit te zetten. Bij iPhone kan je heel simpel in je instellingen bij meldingen per app aan of uitzetten. Super easy, dus ik raad je dat zeker aan om even naar te kijken als je je schermtijd wil verlagen. De derde tip is om wat nutteloze apps te verwijderen. Hoe minder apps, hoe minder je kunt doen op je telefoon en hoe minder tijd je op je telefoon zal besteden. Tuurlijk, je hebt tijdzuigende apps zoals Instagram en TikTok en Snapchat, maar ik kan ergens ook wel begrijpen dat je die zou willen houden, omdat dat gewoon ook de apps zijn waar je waarschijnlijk de meeste tijd aan kwijt bent. Maar ik heb het dus meer over die nutteloze apps. Denk aan shopping apps waar je op gaat zitten als je niks te doen hebt. Spelletjes, fotobewerkingsapps die je nooit gebruikt. Het zijn apps waar je in de week misschien echt nog wel een half uurtje of zo op zit. Maar wat toch wel bijdraagt aan jouw schermtijd. Ik heb bijvoorbeeld al jaren geen spelletjes op mijn telefoon. Omdat dat onnodig veel tijd kost. Je krijgt opeens vermeldingen dat je koeien weer moeten worden gemolken in Heyday of weet ik veel. Wat super leuk kan zijn. Maar het kost ook wel heel veel tijd. En terwijl je op je telefoon zit, krijg je dan natuurlijk ook weer berichtjes van andere apps. Of ga je naar je homepagina en dan besluit je toch nog even op Instagram door te gaan of op TikTok. Dus mijn derde tip is om die nutteloze apps te verwijderen, je spelletjes te verwijderen en zo je schermtijd te verlagen. De vierde tip is een tip die lang niet iedereen zal aankunnen. Maar ik daag je uit om het toch te doen. En dat is om eens in de week, eens in de 2 weken, misschien zelfs eens in de maand een schermloze dag te hebben. Waarin je dus helemaal, nou ja, de naam zegt het al, geen schermen gebruikt. En je hoeft nu echt geen boek te gaan lezen of een hele detox te doen. Kan wel als je het leuk vindt. Je kunt natuurlijk gewoon je resetroutine doen. Maar je kunt die dag ook gewoon gebruiken om echt wat leuks te doen met vrienden. Een dagje uit te gaan met je familie. Je kunt er wel echt wat leuks voor maken, zeg maar. Het hoeft niet een saaie dag te worden. Maar je kunt er ook echt een relaxed dag van maken. Waarin je gewoon een soort detox hebt van alle beelden en social media die je die week hebt gehad. En je gemiddelde schermtijd gaat natuurlijk heel erg omlaag.
Dus als je het aandurft, mijn advies is: hou zeker eens in de zoveel tijd een schermloze dag. Dat kan in het weekend, dat kan door de week. En dan merk je pas hoe verslaafd jij daadwerkelijk bent aan je telefoon. Deze tip heeft echt mijn leven veranderd. En ik overdrijf niet. En dat is tip 5, namelijk niet je telefoon opladen naast je bed. Ik was altijd iemand die gewoon mijn telefoon opladde in het stopcontact naast mijn bed. Wat ervoor zorgde dat voordat ik ging slapen, ik echt nog heel lang op mijn telefoon zat. Wat ik ook niet wist, is dat je 's avonds een minder sterke discipline hebt. Je geeft sneller toe aan dus verleidingen bijvoorbeeld. Dus om jezelf niet eens in de verleiding te laten komen, laat gewoon je telefoon niet op naast je bed. Er is vast nog wel een ander stopcontact in je kamer en dan doe je hem gewoon daarin. Dit is ook heel goed in de ochtend, want als je wekker gaat, moet je uit bed en dan je wekker uitzetten. Waardoor je meteen uit bed bent en niet gaat snoezen. Nou jongens, 2 tips in 1. Je krijgt ook nog eens een goede ochtendroutine hierdoor. Tip 6 is eigenlijk hoe je dit een beetje leuker kan maken. En dit is namelijk altijd wat ik doe als ik iets moet volhouden. En dat is echt zo'n habit tracker maken. En ik zal even laten zien hoe dat eruit ziet. Maar dat is dus een papiertje en dan heb je hokjes of vakjes of streepjes, weet ik veel hoe je het vormgeeft, waarin jij je schermtijd kan tracken. Je kan of simpelweg elke dag je schermtijd opschrijven en dan het gewoon telkens proberen te verlagen. Maar je kunt ook een doel stellen, dus bijvoorbeeld deze week elke dag niet meer dan 3 uur. En dan kleur je het vakje groen als je dat die dag hebt gehaald en het vakje rood als je die dag niet hebt gehaald. En zo kun je natuurlijk ook de volgende week 2,5 uur doen of zo. Je kunt er echt wat leuks van maken voor jezelf. En ik vind het zo leuk omdat je dan echt een doel stelt en daaraan gaat werken. En heel goed je progressie kan zien. Dus je kan zien dat het misschien de eerste week heel goed lukte, maar daarna niet meer omdat je er weer terugviel. Of juist andersom, dat het aan het begin helemaal niet lukte en nu wel. Je kunt dan natuurlijk op papier een limiet instellen. Daarbij wil ik even zeggen dat dat natuurlijk ook op je telefoon kan. Je kan gewoon op apps een applimiet instellen. Bijvoorbeeld een uur, en als je dan een uur op de app hebt gezeten, dan krijg je een melding van je schermtijd is op. Dit vind ik wel altijd een lastige. Voor mij werkt het best wel goed, omdat ik me dan realiseer hoe lang ik erop zit. Maar je hebt altijd nog de kans om aan te geven van melding negeren of gewoon doorgaan, weet je wel. Waardoor het weer wat minder effectief wordt. Want als je dat een paar keer hebt aangeklikt, wordt dat natuurlijk ook steeds makkelijker. En dan klik je natuurlijk alleen maar uiteindelijk negeren aan. Maar ik wilde dat toch er even bij vermelden. Als je jezelf echt wilt pushen, doe het dan op papier. En de laatste tip om jouw schermtijd te verminderen is ook een hele goeie. En dat is: maak het minder interessant voor jezelf om op je telefoon te zitten. Alle apps, alle platformen, je telefoon zelf is gemaakt zodat jij de best time ever kan hebben. Het is comfortabel in je hand, alles ziet er aesthetically pleasing uit. Er wordt elke keer een poging gedaan om jou zo lang mogelijk op je telefoon te laten zitten. Dat is logisch, want meer geld voor de telefoonbedrijven. Maar voor ons is het natuurlijk lastiger om de verleiding te weerstaan. Je kunt daardoor zelf jouw telefoon wat minder interessant maken. Denk er bijvoorbeeld aan om je telefoon op zwart-wit te zetten. Hierdoor krijg je ook minder snel last bijvoorbeeld van je ogen. Maar het is dus ook minder interessant. Maar je krijgt nog wel alle informatie mee. Daarnaast kun je bijvoorbeeld wat mensen ontvolgen op je social media platformen. Bijvoorbeeld op YouTube. YouTubers die gewoon niet echt heel veel inbreng hebben op jouw leven, kun je ontvolgen. Niet mij alsjeblieft, alsjeblieft. Volg mij, ik geef goede tips. Dus alsjeblieft. Maar ook op TikTok of influencers op Instagram. Ontvolg de mensen waarvan jij denkt, ja, dit is niet echt nodig. En daardoor wordt het minder interessant voor jou om op je telefoon te zitten. Want je ziet alleen maar de berichten van dezelfde mensen. Iets anders wat je kan doen om het minder interessant te maken is, ja, klinkt heel stom, maar een lang wachtwoord in te stellen voor elke app. Dus als je dan een app wilt openen, moet je een lang wachtwoord intikken. Dan moet je niet vingerafdruk of gezichtsherkenning instellen, want dan is het natuurlijk wel weer heel snel gebeurd. Maar als je een lang wachtwoord instelt, dan is het minder aantrekkelijk voor jou om die app te openen. Dus als je dan van Instagram naar TikTok wilt gaan, bijvoorbeeld omdat je je verveelt, moet je eerst een wachtwoord intikken. Wat saai is en lang duurt en meer moeite kost. Dat waren alle tips zodat jij je schermtijd kan verlagen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze leuke video. Als je nog niet je schermtijd hieronder hebt gecomment, doe het dan zeker nu. Ik ben heel benieuwd. Abonneer dit kanaal en dan zie ik je bij de volgende video.